Kelvin, a.k.a. Calvin van de... Nee, die shit is te vroeg, man. What's good, Kelvin? Het is leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Vandaag zit ik hier met een paprikaatje en een heel erg belangrijk bericht, namelijk... What the fuck is mis met deze wereld? Ik zal jullie eventjes uitleggen, oké? Okay? Peter en ik hebben afgelopen weekend natuurlijk ons gevecht gehad. Het was sensationeel. Het was nice. Het was episch. Mocht je nou de fight nog steeds niet gezien hebben, dan is hier even een kort stukje. En wil je nou checken? Klik dan hierboven, want hier staat die keer. Let's go. Ah, nice. In ieder geval, het gevecht was eigenlijk een gevolg van het feit dat ik ooit Peter in een diss track had benoemd. En toen ging Peter mijn studio kapot maken. Toen uiteindelijk... Maar die diss track heb ik in eerste instantie gemaakt over mezelf. Samen met een 10-jarige jongen die mij eerst geroast heeft. En hij was de eerste persoon ooit die mij heeft geroast. Hij was de eerste. Noah, shout out naar jou. I love you, man. You're my boy. Root of Calvin. Calvin. Maar nu is het dus zo, en het is gewoon een feit, dat blijkbaar heel veel mensen tegelijkertijd in één keer dachten, hey, Kelvin maakt een diss track met een 10-jarige jongen die hem heeft geroast. De diss track wordt zeg maar tering vaak bekeken. Dus misschien als ik ook een roast op Calvin maak, dat hij dan ook wel een video met mij gaat maken. Oh ja, dat is echt een goed idee. Laat ik een roast maken van Calvin. En hopelijk gaat hij ooit een diss track maken met mij. Leuk geprobeerd, maar zo werkt de wereld niet. Ah! Maar onder mijn levensmotto, doe eens gek, je bent al normaal genoeg, vind ik het toch wel vet. Dat heel veel mensen gewoon echt jonge mensen en zo hebben gedacht. Weet je wat, fuck it. Ik ga gewoon een roast maken van Calvin. Ik geef geen fuck. Ik heb echt letterlijk 10 roasts van mezelf voorbij zien komen. Van allemaal mensen die ik niet eens ken. En ik heb ze expres niet gekeken. Want ik wou ze checken in een video samen met jullie. Dus let's go. Dit wordt echt heel raar. Laat ik van tevoren nog even een disclaimer geven. Namelijk, ik ben hier niet om mensen belachelijk te maken. Ik hou ervan als mensen me roasten. Of mensen andere mensen roasten. Als je gewoon scheid hebt aan de rest van de wereld en het gewoon doet. Dus ik ga waarschijnlijk helemaal stuk om mensen. Maar ik lach jullie niet uit. De eerste. Roast of Calvin. Kelvin. Deze video is van zachte kroket. Zachte kroket. Hé, hey, als je kijkt. Love you, man. Ja, maar zo, oh, die kijkt hier van zachte kroket. Wat zei hij? Hij zei niks. Hij heeft letterlijk gewoon een openingszin. Kijk, mijn openingszin is als volgt. What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin. Ik Calvin. Zijn openingszin is lekker. Zachte kroket. Ik doe hem weer voor Dutch. Come on. Wat? Ik ben me letterlijk aan het afvragen of het niet gewoon Noors is of zo. Deze gast Nederlands. Ik ben net wakker, maar ik moet een video voor jullie maken. Ja, kijk mijn broek. Mooi broek. Mooi broek. Hele mooi. Heel wat dingen aan, oké? Ik ben niet naakt. Oh, thanks dat je even aangeeft dat je niet naakt bent. Ik denk een geruststellende gedachte. Ik was bijna weggegaan omdat ik dacht dat je naakt was. Maar nee, hij heeft kleren aan. Er komt een dag dat zo'n jonge gast een diss naar mij maakt die echt te ziek is. Ik hoop dat er vandaag een moment komt waarop ik een diss van iemand zie en dat ik denk van, ah, oh, nee, kan je niet doen. Dat hoop ik. Roast of Calvin, gaat straks komen. Maar eerst, like deze video. Nee, nee, ik wil mijn roast. Ik ga niet eens liken. Ik stel tot 10 en dan komt de roast of Calvin. Hij maakt het wel echt spannend, man. Hij heeft gewoon een sikke countdown. 10, 9, 8. Ja, oké, dat doen we niet. Fuck, ik was hype. Ik was hype. Waarom gebeurt er niks? Lekker roosten, go boy. What? What is life? Wat is het leven? Hoe werkt het leven? Wat is dit? Ik zal het even oplezen. Calvin is gay. Gay heeft 3 letters. De Illuminati heeft 3 hoeken. De naam Calvin is genept van de school Calvin. Dus betekent dat Calvin lid is van de Illuminatie. Ik had het echt niet verwacht. Gaat er nog wat gebeuren? Of? Dit is roast een leuke. Wat gebeurt? Dit was de hele roast. De hele roast was gewoon een plaatje met tekst over niks. Nice try, man. Very nice try. Maar nee. Ja. Dat opening is echt legendary. Ja, hallo? Sorry, Calvin, is dit zin? In zijn titel staat letterlijk roast op, dubbele punt, Calvin, sorry. Voordat je iemand roast, ga je niet eerst sorry zeggen. Dat is een beetje gek. Een beetje vreemd. Hij zit altijd in hetzelfde kamertje. Ik zit één keer hier. Ik hoor gewoon een moeder op de achtergrond zeggen, incassobureau? Incassobureau? Waar ben je? Die moeder pakt gewoon een envelop uit. Hé, een incasso, hè? Lieve Game NL, je bent volgens mij een fantastisch leuk gastie. Maar het is echt heel vermoeiend om dit te kijken. Echt moeilijk. Oké, het is tijd om door te gaan met de volgende roast. Deze roast duurt gelukkig maar 1 minuut 53. Dank je wel. Oké, goden van YouTube, dank jullie wel. Alright, bring it on, man. Guy, jullie vandaag roosten, jongen. Dat is echt dik, jongen. Guy, lekker op z'n Brabants ga je Calvin in roosten. Dat is echt gaaf, joh. Oh, god de god, zeg. Wie zegt het?
Het is echt alsof ze een of andere inside scoop hebben over mij. Gewoon een soort geheim of zo, wat niemand weet. Wie zegt het? Want het is wel echt heel... Ik ben fucking ready, man. Let's fucking hit it. Want die Noah is een baas en je bent verslaafd aan paprika's. Dit is gewoon een diss track! Ze hebben gewoon een diss track gemaakt! Alright! You're doing fine, you're doing good! En die paprika's hebben jou als drugs. Oh. Alcohol of rood. Oh. Als een verslaafde. Oh. En dat was eigenlijk groot! Nee! Come on! Waarom komt niemand verder dan het feit dat ik paprika's eet? Dat is niet eens iets om op te roasten, dat is gewoon een feit! I'm so disappointed! Disappointed! Deze, ik ga je eerlijk vertellen, ik heb deze stiekem al eens een keer aangezet. Hij is echt niet normaal. This shit is lit, bro. Je gaat helemaal stuk. Dit is echt fantastisch. Delfan van het YouTube kanaal Calvin is gisteren aangereden met zijn smart. Hij is zwaar gewond, maar jammer genoeg niet dood. Zo goed. Dit is zo fucking goed. Voor de diss track al. Jij wordt me eens aangereden. Maar jammer genoeg niet dood. Oh. Die doet wel een beetje pijn, man. Die is heavy. Marijn Span, Calvin diss track. I'm going in it. Mocht je trouwens deze roast terug willen zien, staan allemaal in de beschrijving. Hey. 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 Zo even een wannabe Zino de Groot clipje gemaakt. Lekker, lekker kleurtjes en zo. Oh, fijn. Calvin, heb je de radio net gehoord? Dat was jij, ik vond het ook super jammer. En je hoofd is rood en je haar is van oei, bothard, en vuisthard. En je zit in je hoekje te janken. What is happening? What is going on? Hoe kan dit? Dit is fantastisch. Dit is de mooiste diss die ik ooit heb gezien. En je zit in een hoekje te janken. Dit is de meest aritmische diss track die ik ooit heb gehoord. Zelfs Snap King heeft een beter ritmegevoel dan deze boy. Hoor je dat op de radio? Ik vond het ook heel jammer. Hij zit in een hoekje te janken. Iemand heeft gedist van 10 jaar. Je hebt nog geen eens een baard. Je wordt wel gedist door iemand van 10 jaar. Weet je, jij wordt er ook bij. Robby, spa, pauw, maar ik wil niet nakken. Jij bent er zo iemand om hem te nakken. Jij weet het, het loopt gevaar. Ik gevaar. Ja! Hij deed even een Q-zietje. Ja! Gewoon good, man. En de kwaliteit is heel slecht. En het is niet op de beat. Zelfs de clip is niet sync. Dit is beter dan alles wat ik heb durven dromen. Smash. Oh! Hey, dope, 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 spa, yeah. Oh, shit! Een featuring. In de titel staat Marijn Span, Calvin diss track. Featuring, vraagteken, vraagteken. Oh, wie zal het zijn? Wow, het is Guy in een blauwe jas. Damn! Hij was paper, die maakt het heet. Dat brengt fire, dus nu ben ik aan de beurt met fire. En die hoofd van Calvin is rood. Rijn Span is nog maar 10 jaar gehad. En dat wist je niet. Die dag hij was ouder, hè? Anders kan je het niet zo goed rekken. Wat is dit? We zijn 10-jarigen. En hij is nog maar 10-jarigen. En hij kan niet zo goed rekken. Maar weet wel, hij is nog maar 10-jarigen. Ik kan dood. Ik kan officieel dood nu. Ik heb 2 twisters gemaakt over een eihoofd. Nu heb ik het samen met Marijn over een paprika hoofd. Je eet niet eens zelf dat je dat niet kan. Doei. Ik vertrek. Smash. Smash. Deze, dit is top. Dit shot is goud. Dit shot. Thanks dope voor als je in mijn liedje zeg maar te spelen. Thanks dat je zeg maar in mijn liedje wou. Sorry, ik moet niet zo hard lachen. Ik vind het echt vet. Dit is gewoon mijn stijl. Heel hard lachen en dan zeggen dat je iemand vet vindt. En ja, Calvin, pak jouw dikke paprika vreter. Calvin, fuck jouw dikke paprika vreter. Oh!